Weet je wat grappig is van die inkt? Dat je, soort, je moet een soort van in touch zijn met dat het in één keer moet. Dat is toch heel grappig aan. En dat klopt echt enorm goed met hoe die performance is gedaan. Dus op een hele rare manier vallen die tekeningetjes samen met hoe uiteindelijk die performance en die video's gemaakt zijn. This is the gate. De Magnetic North is een, wat zijn het? Het zijn 8 performances. Het zijn 8 video's van performances die we op locatie in Amsterdam-Noord met buren, vrienden, vrienden van vrienden. Mensen om ons heen. Noordelingen, mensen die om ons heen wonen. Ja. En er zit een aantal thema's die erin zitten, die raken aan de gentrification verschijnsel. Noord bleek heel goed te zijn daarvoor, maar het is niet een project dat vast zit aan Amsterdam-Noord. Dat had elk ander stedelijk gebied kunnen zijn. Wat wij wilden was dat iedereen die daar woont meedeed. Uiteindelijk was het inderdaad zo dat een groepje van 10 man of zo hebben mee geoefend uiteindelijk. En elk van hun inspireerde weer anderen in de straat om mee te doen. Zo ervoor dat de club groter werd. Als je het dan doet met mensen die je erbij betrekt en die ook meedoen, dan heb je want wij gebruiken nooit professionele modellen. Maar ja, gewoon mensen om ons heen, altijd al. En je hebt meteen een soort van sociale inbedding en mensen die je daarbij helpen. Dus bij de dichter had een slimmerik die ook meedeed, die had aan de ene kant een hoogzwangere gezet om mensen tegen te houden en uit te leggen. Aan de andere kant een paar kinderen. En dat werkte natuurlijk heel goed, want daar word je niet zo boos op. Wonderlijk vind ik hoe in de taal dat oplichten en verduisteren bij elkaar zit. Ja. Via een lampje met elkaar verbonden. Heeft iets logisch, toch? Wat is oplichten dan? Of verduisteren, dat snap ik erin. Lichter maken. Oh ja. We hebben gesprekken gevoerd over dingen die hen bezighielden, zodat we input hadden. Bijvoorbeeld over waar ze woonden of hoe ze dat ervaren. Hè? Dus in de stoker, daar staan allerlei mensen met touwtjes en brievenbussen en puntdeksels te trekken. Die mensen komen allemaal uit de binnenstad naar Noord en die vonden het hier uiteindelijk heel weinig, dat er weinig reuring was en kouder dan in de binnenstad. Die zitten daar de wind vanaf het ei, die waait zo hun wijk in. Het eerste gesprek over de dichter, dat rolde eigenlijk zomaar over tafel, omdat iemand zijn auto verkeerd geparkeerd had. Nee, hij was een acteur. Een acteur die op de dijk woont, die had een auto geraakt. En er zat een heel klein deukje in. Is het niet gebotst? Ja. Nee, ja, ik wilde wel, maar ze... Ik heb wel een plantenbak geraakt. Hey. En die werd naar binnen gesleurd om te lynchen. En toen herkende iemand hem uit een soap. En toen kwam het uiteindelijk goed. Ja, toen ging het gesprek ineens over auto's. En toen, het waren allemaal mensen die op de Nieuwendammerdijk wonen. De Nieuwendammerdijk is daar kun je eigenlijk met de auto nauwelijks overheen, die is wat smal. Al die performers hebben een persoon, zeg maar, als... avatar. Ja, we noemen het avatar. Ik weet niet zeker of dat nou het goede woord is, maar dat is wel het beste woord in dit geval. Een personificatie van het verschijnsel is het eigenlijk. Dus de dichter is dan... De dichter brengt alles dichter bij elkaar. Of maakt dicht wat open was. Ja.
Die tekeningen, die hele grote tekeningen, die worden eigenlijk geboren als hele kleine tekeningen. En die ontstaan in een soort borrelende... Niet helemaal automatisch, maar ze ontstaan wel tamelijk vanzelf. Al pratend. Dus tijdens die gesprekken over die Magnetic North performances... maken we tekeningen. En die tekeningen zijn niet een woordelijk verslag... niet een letterlijk verslag van wat daar gezegd wordt. Want terwijl je die tekeningen maakt, worden het eigenlijk ook al beeldende dingen. En daar zit ook heel veel essentie in van waar dingen vandaan komen. Dus het is al mooi dat die dan terugkomen in de tentoonstelling, omdat ze ook dingen... dat ze op een andere manier de films en beelden in een context plaatsen. Die inkt is echt te gek om mee te tekenen, omdat je niet... het is altijd echt ding. Je kan niet iets maken wat niet tekening is, zoals een schets bijvoorbeeld. Hè? En wat dat betreft zit dat heel dicht bij hoe de performances en de video's gemaakt zijn. Dus het wordt eigenlijk één. En het mooie is ook dat deze boekjes, ze zijn vrij klein of zo, maar in de tentoonstelling gaan we ze tot architectuur maken. Dat is het boekje. Nou, je kan het je misschien wel voorstellen. Hè? Zo. Dus het worden dan muren waarbinnen de dingen zich afspelen. Dus je verhoudt je ook op een totaal andere manier tot zo'n als mens tot zo'n tekening. Hè? Zo'n boekje is dan, je leest eigenlijk een verhaaltje, dat blijft altijd een beetje daar. Maar op het moment dat je in de buurt van zo'n grote tekening komt, dan word je erin opgenomen. Ik herinner me dat daar in Caracas, daar had je hele grote reclames op muren geschilderd, witte muren. En daar was in vooral zwart, maar af en toe zwart en rood stonden reclames, advertenties eigenlijk. Een beetje als een soort krantenpagina's. Dus ja, ik heb het zo opgeslagen als dat je een beetje door een 3D-krant loopt. En dat vond ik heel mooi hier, omdat die projectiehuisjes daarmee ook echt iets anders worden dan alleen maar de houten buitenkant, waar je dan eventueel ook nog iets op zou kunnen hangen. Nu is de tekening de muur.